Paarden draaien de vakken. Men heeft wat gedaan met de kritiek uit het veld. Bandenstart op de schop genomen. Vandaag nieuwe stijl. Vlag omhoog. En naar beneden. En dan zijn we onderweg. En het is een perfecte start van dit Nederlands kampioenschap op D. En Johnny B. Good, die gaat er vandoor. Maar krijgt Gently Boko met zich mee. En op de derde plaats al heel dichtbij die Handy Wise. Achter deze paarden Cassidy Bitt aan de buitenkant. Die dit dus ook lijkt te kunnen. Ligt op dit moment op plek 5. Moet nog een deelnemer voor zich dulden. En we komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Dan bij het passeren van de finishpaal. Hier op Alkmaar nog 3 volledige rondes in dit Zea de Grootgroep Nederlands kampioenschap Monté. En we gaan eens even kijken wie hier dan aan kop gaat. Dat is Johnny B. Good. Johnny B. Good op de tweede plaats. Hebben we dan het nummer 3 van Gently Boko in de derde stelling. Volgt dan de 5 Handy Wise. Achter deze paarden was er een geweldige start voor Hulk Vrijenesse met Luca van Toor. Die ligt daar al op de vierde plaats. En een geweldige start is er ook voor Doc Holliday met Marlene Matski. Die ligt 5e. Daarachter heeft Cassidy Bittert in de beginfase iets moeilijker. Moet wat paarden op dit moment voorbij laten gaan. En dan gaan we eens even in het achterveld kijken. Daar onder andere Maranello Bo. Die heeft niet zo'n gunstige beginfase gekend. En heeft een berg te beklimmen om nog enigszins in de buurt van die koppaarden te komen. En vooraan is het nou niet zo dat Suzanne Wiedijk het tempo uit de koers gaat halen. Ze loopt lekker door met die Johnny B. Good. Die dus getraind wordt op het strand van Egmond aan Zee. Daar de nodige kilometers maakt en dan hopelijk vandaag die 2400 uit gaat zingen. Maar als dan Luca van Toor ligt, dan gaat er wat gebeuren. Geen cadeautjes worden er gegeven, want zij brengt nog 2 rondes te gaan. Haar paard nummer 6. Uitgeschakeld nummer 11, 11 galop. Hulk Vrijenesse tot schuin naast de tweede paard Gently Boko. Daarachter is het dan aan de binnenkant Handy Wise. En achter Handy Wise sluit aan de buitenzijde Doc Holliday aan. En kijkt daarachter naar de Fransen. Het is Doris Moulot met Evita Destré. Paard nummer 13 die al de aansluiting bij die voorste paarden heeft gevonden. En zou dat dan een geweldige verrassing kunnen zijn als de deelnemers dan weer aan de overzijde van de baan zijn. Met nog altijd diezelfde koploper Johnny B. Good. Als een grootvorst heeft hij de leiding hier in handen. Met op de tweede plaats dan aan de buitenzijde de opkomende nummer 6, Hulk Vrijenesse. Paarden komen dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Johnny B. Good, Hulk Vrijenesse. En op de derde plaats is het dan het nummer 3 van Gently Boko. Achter Gently Boko komt Doc Holliday. Uitgeschakeld 12, galop nummer 12. Zo langzamerhand naar voren en achter Doc Holliday aan de buitenkant dan ook die Evita Destré. En dat is de situatie als we nog met 6 paarden over de prijzen gaan verdelen. En Sietske de Vries haar Handy Wise zo langzamerhand klaar gaat maken voor een geweldige slotronde. Maar heeft dan toch nog wel wat toe te rijden op de grote concurrent Johnny B. Good. Die uitermate sterk doorgaat. Johnny B. Good heeft de leiding nog in handen op de tweede plaats. Daarachter hebben we dan die nummer 6 Hulk Vrijenesse. En daar komt aan de buitenkant de aanval van Marlene Matski met Doc Holliday. Dat zou gelijk al een gigant van een verrassing zijn in deze V5-cyclus vanuit de start van het veld. Evita Destré. En achter Evita Destré komt er ook aan de buitenzijde nog een van de andere deelnemers naar voren. Maar laten we ons beperken tot de kop, want Luca van Toor is met iets heel moois bezig. Daar komt Hulk Vrijenesse aan de buitenkant en die heeft Johnny B. Good te pakken. Het was de enige waar Suzanne bang voor was in de docu. En het begint erop te lijken dat Hulk Vrijenesse zijn gelijken niet gaat tegenkomen. Geweldige rit. Het is Hulk Vrijenesse die pakt het NK. Fantastische tweede Doc Holliday. Gaat net ten koste van de verdienstelijke Johnny B. Good. De vrees was er. 2400 meter is misschien te ver. En dat bleek. Maar niet voor Hulk Vrijenesse die altijd maar doorgaat. Zo ook vandaag. Hij doet het. Hulk Vrijenesse, Luca van Toor. Prachtige winnaars van het Zea de Grootgroep Nederlands kampioenschap Monté.